We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Hé, hey, Erik, nou dus gefeliciteerd. Ook alle jij kapiteinen ook. Gefeliciteerd. Ja. De gig's 50ste keer alweer. Daar komt Sievertje, stoute Sievertje. Van Linde, die dacht dat hij die order had en die kreeg hij dus niet. Who made the call? Bon dia, señor Geirat. Molto bon dia, mi grande amigo Erik de Vlieger. Hoi. Erik, hoi. Si. Es un día muy especial. ¿Por qué? Es un día de aniversario. Si. ¿Por qué? Momento. Ja, lieve luisteraars, lieve kapiteinen. Dit is de 50ste podcast van de gigs van Geirat en de Vlieger. Dat zei je heel mooi in het Portugees. 50 keer, Yves. En wat zo leuk was, net voor de uitzending, en dat hebben jouw mensen geregeld, alle lof, kwam mijn jongste dochter binnen met een prachtige bos bloemen. Dat wij echt zonder enige problemen, nou problemen, keihard gewerkt, maar we hebben geen problemen onderling gehad. 50 keer zo'n podcast gemaakt, zeg. Jeetje mina. Maar nee, nooit, ik had wel verwacht eigenlijk. Ja, maar jij wist het helemaal niet, hè, dat het vandaag 50ste nee, was. Nee. En Diante belde me om het te feliciteren. Mijn schoondochter, er kwam Georgia kwam binnen. En op een gegeven moment, mooie taart gekregen. Ik was het helemaal vergeten. Taart, ja, leuk. Banketbakkerij Arnold Cornelis, dat heb ik nog even geverifieerd. Ja, Erik, ik mag best wel gezegd worden. Ik bedoel, we zijn ermee begonnen. En ik ben trots. We hebben ongelooflijk veel onthullingen gedaan. We wisten helemaal niet waar we aan begonnen. Het enige wat we wisten, we beginnen eraan. Ja, en ja. We hebben toch een bepaalde manier van denken, de wereld, de ether in gegooid met heel veel onthullingen. En dat blijven we doen. We hebben al een vroeg stadium. Ja, en heel veel trouwe kapiteinen die zich hebben aangesloten bij de beweging. Nog niet allemaal. De tegeltjes, de sleutelhangers. Ja. En wat nog meer? Wat was het ook nog meer? Tegeltjes, de munt, hè? Dus de koppel munt. In augustus waarschijnlijk opgestuurd worden, hè, aan alle kapiteinen. Ja, dus dat is wel een logistieke operatie ook nog, Yves. Zeker. Maar daar draaien we ons niet. Het is heel ingewikkeld. Krijgen hoor. Nieuwe kapiteinen dat nou ook? Ik ga dat. Jawel. De munt zeker. We moeten wel tegeltjes loyaal blijven niet. Aan de eerste kapitein. Ja, nee. Tegeltjes is klaar. Sleutelhanger krijg je wel. Ja. Wat een uitzending. Ik wil. Nee, ik wil niet overdrijven, maar dit is wel top 3 bij mij, deze uitzending, hoor. Bij mij top 2. Ja? Ja. Ik vond het. Ik zit even te denken, het is best wel leuk om dit even zo. Wat vonden wij nou de meest bizarre uitzending? Nou, ik vond wel die Demming-uitzending. Sandertje. Sandertje. Ja. Hebben we hem eigenlijk nooit meer genoemd, hè, Sander Schimmelpenning? Nee, lang geleden inderdaad. Ja. Maar ik zag hem gisteren weer even opduiken. Dan gaat hij over ons klagen, ja. Hmm. Ja, hij had ook voorspeld dat het maar een paar weken zou duren, hè, dat we die podcast zouden maken. Want dat is heel moeilijk, zei Sandertje. Maar hij is niet goed in voorspellen, dat is maar weer gebleken. Sandertje, ja, dat klopt. Maar Erik, we hebben zo'n. Ja, mensen, kijk, het is best altijd apart. Want wij hebben nu net heel intensief een paar uur met elkaar gesproken. Echt werkelijk waar over de Sievertgate, de mondkapjesgate. Maar. Sievertgate, maar wel, we zijn wel weer een verdieping verder gegaan. Ja. Dus volgende week leest u dat wel weer in de kranten, dames en heren. Want dan gaan de journalisten ook verder. Ja. Dan hebben ze weer wat ontdekt, wat al bekend is. Ja, maar goed, wat wij eigenlijk... Zonder bronvermelding. In deze analyse, met alle feiten... Je hebt natuurlijk met een hoge ambtenaar gesproken. Je hebt met leveranciers gesproken. We hebben met vele andere mensen gesproken. Er zijn een aantal dingen die ons natuurlijk opgevallen zijn. Sievert is niet de hoofdschuldige. Mediek, jaarrekening bekijken. Er is nog een bedrijf, dat heet Mediek. M-E-D-I-K. Q. Yves, jij hebt daar contact mee gehad. Ze riepen hard weg. M-E-D-I-Q, Erik. Q-M-E-D-I-Q, excusez, monsieur. En je hebt daar contact mee gehad. Ze willen geen informatie geven. Dat vinden wij alweer leuk. Zie Jaap van Dissel, Ab Oosterhuis, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En
Wacht even, Yves. Dat kan niet meer. Dus we gaan nu weer een verdieping verder daarin. Ja. En dat vond ik interessant. Met onthullende informatie, die gaan we niet vertellen. Dat is gewoon exclusief op de kapiteinenlijn. Ja, maar... we gaan ook vertellen waar dat één vandaag bewust informatie over Tamara van Ark heeft achtergehouden. Dat spannend. Vind ik breaking. Ik denk dat mannen zoals Jan Dijkgraaf hem oppakken, maar ik denk niet de echte media. Maar dat maakt ook niet uit, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ja, vind ik ook. Mm-hmm. Ik neem even een hapje van de taart. Maar... ja, hoe smaakt die? Ik zit hier honger te lijden, want ik ontbijt, ik sta altijd vroeg op. Ja. Heerlijk. Ik werd ook een beetje chagrijnig wakker. Hè? Ik werd een beetje, weet je waarom? Ja. Omdat ik op maandagochtend altijd chagrijnig wakker word. En het is geen maandagochtend, het is vrijdagochtend. Ja. Maar gisteren had Portugal een vrije dag. Dan heb ik zo'n vrije dag en is het net een zondag. En dan sta ik 's ochtends op en dan denk ik automatisch dat het maandag is. Word ik boos. Mm-hmm. Maar dan zit je, mails, zit je niet in het systeem. Maar Erik... nee, ik ben maandag altijd boos. Ik vond het wel... ja, oké, prima. Maar ik vond het leuk. Kijk, omdat 50-jarig... kan je die telefoon uitdoen? Ja, maar het is een heel belangrijk belletje ook nog eens een keer. Ja, oké, maar goede belletjes kunnen ook wachten. Dus 50ste editie van de gigs. Maar ook de dood van Captain Stubing. En ik vond het zo leuk dat een van onze kapiteinen, grote fan, Jeroen van Koningsbrugge... wat voor kapitein Jeroen van Koningsbrugge zegt. Ja, die had een ontzettend mooie ode aan toch dit, aan de Loveboat, maar ook aan deze illustere man. Dus ik ga eventjes de stem van de kapitein, van Jeroen, even delen met iedereen. En hij heeft een mooie Jeroen stem. Jeroen van Koningsbrugge, dames en heren. Daar komt hij. De stem van de kapitein. Beste kapiteinen. Captain Stubing is niet meer. De charmante kapitein van de Loveboat. Zijn echte naam was Gavin McLeod. En als acteur heeft hij een indrukwekkende loopbaan gehad. Een lijst met films en series om jaloers op te zijn. Daarom is het zo opvallend dat hij vooral bekend stond als Captain Meryl Stubing van de Loveboat. Een comedyserie met maar liefst 241 afleveringen van 60 minuten. Uitgezonden tussen 1977 en 1987. En het kan dus haast geen toeval zijn dat zijn personage een soort combi is van onze kapiteinen, Yves en Erik. De vertrouwde rust en overwicht als kapitein zijnde en de romantische onhandige flap uit die hij soms ook kon zijn. De luisteraars mogen natuurlijk zelf invullen bij welke kapitein deze eigenschap horen. Maar één ding is zeker, we zullen hem missen. Ahoy, Captain Stubing. Tijd voor a friendly shore. Ja. Mooi, hè? Ja, dat ik vind het wel een beetje vervelend van Jeroen dat hij jou een romantische flap uitnoemt, hè? Nee, onhandig, toch? Oh, romantisch? Oh, dat weet ik niet meer. Oh. Ja, dat begrijp ik. Ja, onhandig ben je niet. Misschien bedoelt hij mij daarmee. Ja, nee, of jij bent rustig. Jij bent de rustige van de twee. Ja. Nee, Erik, en we gaan het straks op het einde even hebben over onze Seabird. We hebben natuurlijk we hebben het gehad over het digitale geld wat eraan zit te komen. Ja. We hebben natuurlijk gehad minimumtarief winstbelasting. Nederlands elftal. Mariette Hamer. We hebben het ook gehad. Ik ben heel cryptisch geweest over een geheim. Een geheim, wat ik weet. In Kroatië. Iets met tv. Ja. Als ik dat ga onthullen, dan heel bij toeval komt dat op mijn pad. Omdat ik daar ben ooit met iemand geholpen heb met een ontwikkeling. En heel veel contact heb daar. En ook een Nederlander zit daar. En die vertelde me een groot geheim. Dus ik ga niet vertellen. Ja, misschien heel ook, juist. We hebben het gehad ook over de bonussen bij Booking.com. Ja, dat klopt. En mijn geliefde Suriname. En daar heb ik wederom een ode, net als in een van de voorgaande podcasts gebracht. Dat Suriname Nederland is en Nederland is Suriname. Wij horen bij elkaar. Mm. Althans, zo voel ik dat. Ja. En ik heb Ronald Plasterk verteld dat hij is natuurlijk een tegenstander van het huidige EU-beleid geworden, zelfs als oud-PvdA. Maar dat ik nu wel even zit te wachten op zijn column dat hij zegt waar hij veranderd is. Dat wil ik ook wel even meten. Een bijzondere ontmoeting met Martin Kok. Dat is ook een verhaal. Wat een verhaal is dat? Wat een verhaal is dat, zeg. Die er niet meer is. Maar... en ook, Erik, de hotelrekening
van de leiding van Hamas in Doha heeft niet één Nederlandse krant gehaald. De gedetailleerde hotelrekening op het moment dat iedereen het moeilijk heeft, er oorlog is, is de leiding feest aan het vieren in het duurste hotel van Qatar. Het is in geen enkele krant in Nederland gelezen. En de overige kosten van die rekening, dat verklap ik dan maar eventjes. 314.000 aan voedsel, drugs en hoeren, dames en heren. Dat is een mening, hè? Order services. Ja, wat dacht je dan? Dat die Lego bouwstenen ging kopen? Of hoedjes voor albino-hoedjes? Nee, okay, of beeldjes? Het bedrag klopt, feit, maar de specifieke. En overigens, belastingbetaler bedankt. Bekant. Het gedeelte van het geld, 1 miljoen euro, dollar, wat in het hotel is gespendeerd, komt ook vanuit de Nederlandse belastingbetaler. Yves, ja. We hebben natuurlijk met Siewert en Medic hebben we de hele week gepraat. We hebben gefilosofeerd, we hebben geanalyseerd, we hebben gebeld. We hebben weer meer dingen naar boven gekregen. Maar wat we ook gedaan hebben, we hebben vanaf zaterdag hebben we zitten te brainstormen om een lied te componeren. Hmm. En we zijn allebei aan het werk gegaan. We hebben de hulp gehad van iemand waar we allebei heel erg veel van houden. Jij meer dan ik zelfs. En we hebben uiteindelijk een lied gecomponeerd. We hebben dat in de studio laten opnemen. En ik vind, terwijl het wel iets is voor de podcast, eigenlijk een beetje exclusief voor de kapiteinen, maar we hebben besloten dat we het lied zo aardig vinden dat we er een aparte ding van gaan maken op YouTube. En we hopen dat iedereen dat gaat delen. En ook de grappen inzien. Dat is ook grappen. Hè. Er was een vliegtuigje boven een aantal steden over. Siewert, dat is een grap. Ik weet geen eens wie dat gedaan heeft. Ja, gedaan. En wat ik eigenlijk nu aan jou zou willen vragen, lieve vriend. Speel het lied af. Ja, alleen nog voordat ik dat ga doen. Ja. In de podcast hebben we ook de onthulling van wat er gebeurd is bij een vandaag. Gisteren. Dat was een soort klein reconstructietje over deze kwestie. Maar er gebeurde iets met Tamara van Ark. En dat vinden wij opmerkelijk. Hè? Ik kan niet anders zeggen. Dus dat beschrijven wij ook. We hebben daarnaast een voicemail gestuurd aan de baas van Mediek. Het vragen waar wij van verwachten dat het Nederlandse journaal niet de energie, de tijd of wat dan voor heeft om ook daarnaar te kijken. Vrij essentieel, want de gate, om het zo maar te noemen, daar is zeg maar Siewert en zijn kompanen zijn zeg maar de kleinere vissen. Maar er zijn ook walvissen en er zijn ook haaien. Dus wij vonden dat wel aardig om daar een mooi lied voor te maken. Je hebt uitgelegd ook voordat je erover begon, voordat we de eter in gooiden, de historie van deze persoon waar we ons door hebben laten inspireren. Vonden we wel belangrijk voor de duiding eigenlijk van het verhaal. En wat ik ook niet onbelangrijk vind, Erik, om te vermelden, is dat wij van binnenuit, van de overheid, hebben begrepen wat er nou precies gebeurde bij het LCA. Het Landelijke Consortium van Hulpmiddelen. Lekker. Dus de deal werd afgewezen. Maar waarom eigenlijk? En binnen een paar dagen was er opeens een akkoord voor 100 miljoen. Ja. Hoe het ook zij, we hebben een grote oproep gedaan. Ook aan Siewert zelf. Goed bedoelde oproep met grote bereidheid tot vergiffenis. Ja, die wil ik. Maar die mag ik die herhalen, Yves? Nee, ik vind dat je die echt exclusief. Ik vond dat zo mooi. Dat is echt. We moeten ook de kapitein beschermen. Doe het lied, gaan afsluiten en we gaan het weekend in, nou, pik. Zo is het, man. Maar jij hebt dit dan pakken. Ik moet nog wat doekoes verdienen, broer. Ja, man, is goed, broer. Komt-ie. Ik moet doekoes verdienen. Ja, begrijp ik. Barkies. Luisteren. Beste luister. Daar komt Siewertje, stoute Siewertje. Onze Siever met zijn ingekochte goed. Daar komt Siewertje, stoute Siewertje. Onze Siever die zelf mondkapacties doet. Hij leidt een vrolijk leven, hij luistert nooit naar raad. Om zijn brutale fratsen worden Yves en Erik kwaad. Daar komt Siewertje, stoute Siewertje. Onze Siever met zijn ingekochte goed. Daar komt Siewertje, stoute Siewertje. Onze Siewertje steeds goede dingen doet. Allemaal kapiteinen. Hij leidt een pomp voor leven. Hij doet dus wat hij wil. En we social lullen. Nee, we houden het niet stil. Daar komt Siewertje, stoute Siewertje. Onze Siever met zijn ingekochte goed. Daar komt Siewertje.
Sievertje. Stoute Sievertje. Sievertje. Onze Sievert is of met karpacties. Bravo. Lieve luisteraars, beste kapiteinen. Amigo. Amigo. Een fijn weekend. Ik zeg tegen alle luisteraars, join the club, join the movement. Ga lekker naar de kapiteinenlijn, stap aan boord, nu het nog kan. Deze is heel lekker. Bakboord mag, ook. En stuurboord mag. Wij gaan eruit. We hebben een prachtige uitzending gemaakt. 50ste uitzending van de Gigs. Ik dank jou ook even hier aan het publiek voor de ongelofelijke fijne samenwerking. We maakten net een grapje over broer. Maar ik noemde je daar gisteren inderdaad mijn broer. We blijven graven, we blijven proberen om autonoom te denken. Binnen de kaders die we kunnen. En wij zijn pas net begonnen. Ik wens jullie allemaal een heel mooi weekend. Maandag zijn we in ieder geval met de uitblinkers. Volgende week weer met een nieuwe uitzending van de Gigs, de nummer 51. Erik, ga lekker zaken doen. Yep. Ga nog even langs bij het Nederlands elftal op het trainingskamp. Of maak ga eerst douchen. Ga eerst douchen. Ik ga in ieder geval ook lekker dit weekend weer. We mogen weer. Onze industrie mag weer. Dus we zijn nog volop weer aan de slag. Maar de kapiteinenlijn, daar gaan we mee door. Oké, man. Bye bye. Dag allemaal. Dank voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. En hopelijk zien we jullie ook op de kapiteinenlijn. Merci. Dag. Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten, mening. Feiten zijn feiten, mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Soms wat kwijt. Mijn mening. Meer dan 80 jaar ervaring.